Hi mensen, welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Opreis Robin. Oké, sinds de vorige keer is er heel weinig tijd voor mij voorbij gegaan. Welkom bij een nieuwe aflevering. Oké, vandaag zijn we hier en ik vind dat we moeten moderniseren. Je ziet hier torches op het dak staan. Torches überhaupt zijn gewoon heel ouderwets. Wie gebruikt er nog torches? Ga, in het echt gebruik ik nooit. Dus waarom? Niemand zit met een torch op zijn kamer. Jawel, wel iemand. Er is vast wel iemand die zo'n Minecraft-torch heeft. Die zijn er. Die kun je kopen. Dan heb je zo'n torch. Heb je niks aan. Maar dat geeft licht. En dat is leuk. Als een inbreker inbreekt. En dan zet je die zo in het donker. Zet je zo alleen zo'n torch neer. Zo. En dan komt die inbreker zo. Hey, een torch. Dat is gek. Minecraft. Mijn zoon speelt het altijd. Nou ja, meestal hebben inbrekers geen zoons. Dat is gewoon uit onderzoek gebleken. Nou ja, op zich. Ze hebben, ja, ik weet niet. Ik ken die inbrekers niet. Dus dan weet je, ik moet geen vooroordelen hebben. Misschien is het wel gewoon een heel aardige vader. Die gewoon heel arm is en eten wilt voor zijn gezin. Nou, wij willen ook eten. Hup, werken voor je geld. Oké. Nou, nee. We gaan verder. Oké, maar we moeten dus redstone torches erop zetten. Er zijn er 8 die we nodig hebben. Dat is 4 hout. Zo. En dan 8 redstone. Hoeveel redstone? Oh, kijk eens aan. Uit, kijk eens uit, kijk eens aan. Oké, dan. Deze boompjes gaan mee. En dan zetten we die spullen hier. Nee, die bomen van onder. Zo. Ik wou iets zeggen. Ik wou überal zeggen. Ja, ik kom er gewoon vooruit. Ik wou überal zeggen. Sorry. Ja, soms dan gebeurt zoiets. Overkomt het me gewoon. Wil ik gewoon überal zeggen. Dat is eerlijk de eerste keer eigenlijk in mijn leven dat ik dat wil zeggen. Maar dat maakt niet uit. Hè? Ik ben gewoon even in een praatstemming. Ik wil, qua huis, wil ik graag beneden nog een poort de berg in. Daar zo. En dan wil ik graag boven nog een poort de berg in. Daar zo. En daar zo wil ik een aquarium. Geen flauw idee of dat gaat gebeuren. Waarschijnlijk niet, maar ik kan wel gewoon even zeggen dat ik het wil. Voordat we het vergeten allemaal. Voordat het verwatert in deze aflevering. Ik wil gewoon... Iemand moet elke aflevering even zeggen... Aquarium. Oké? In de reacties. Maar, zodra je het zegt en het is al gezegd... Dan ban ik je van mijn kanaal. Dat slaat nergens op. Maar, wel niet spammen in ieder geval. Gewoon 1 keer zeggen. Heeft iemand het al gezegd? Dan niet meer. Dan is het wel duidelijk. Oh, we hebben ook lekker veel sugarcane. Misschien moeten we eens beginnen met een enchantment kamer. Nee, we hebben daar niet genoeg voor. We hebben niet genoeg spullen ervoor. Jammer. Trouwens, die koeien. Dat is ook nog een dingetje. Ik wil even een cobblestone stair. Hier zo. Gewoon zodat het makkelijker is om daarop te lopen. Want je ziet het. Ik heb daar moeite mee. Nu. Koeien, hi, welkom. Misschien moet ik jullie eventjes voeren. Eventjes dirt plaatsen hier. Nee, nee, niet doen. Niet doen. Kak. Oké, dat is beter. Zo, gewoon. Zodat ze ook iets te eten hebben. Meestal is dat gras. Vandaar dat ze gras ook grazen. Ook in het cliché. Koeien eten gras. Als je een koe voor je ziet, dan eten ze gras. Oké? Ze eten gewoon gras. En daar is niks tegen te doen. Ze eten gras. Hup. Accepteer het even. Maar goed. Oh, trouwens. Hoe komen we dan aan gras hier zo voor? Misschien is het slim als we even een trapdoor maken. Hebben we een trapdoor? Nee, maar die kunnen we maken. Hup. En dan doen we eventjes dit. Hier een trapdoor. En dan gaan we naar beneden. Wauw, hier zit niks, maar wel cobblestone. En dan gaan we eventjes naar buiten. Oh, kijk eens aan. Huh? Oh ja, de kelder. Goed. Oh, vandaar dat hier wel iets zit. Zodat die gaten goed zijn. We moeten naar buiten met zo'n trapje. Kijk, precies dit. En dan zorgen we dat dit gras zo via onder naar hier zo gaat. Zo. Dat gras dat groeit daar langzaamaan overheen. Nu wil ik 1, 2, 3... Nu wil ik hier zo. Zo laat je dat klemmen. Het gras. Want als hier zo gras zit.
achter. Dan gaat dat klemmen naar daar. En dan gaat die klemmen naar daar. Zo gaat dat. Dat zijn de Minecraft physics. Zo gaat het gewoon. Oké, we laten maar eventjes hierin gaan. Zo. En dan kunnen we misschien... Oh, dat wordt even moeilijk. Wat ik wel kan doen... Kan gras groeien naar een blokje waar een slab boven zit? Ik weet wel dat als je een slab ergens opzet, dat dan niet het gras weggaat. Maar dat is een ander verhaal. Ik wil gewoon even weten of dat weg zou gaan als ik dit hier zet. We zullen het merken, gauw genoeg. Dankjewel. Zo. Dat is weer dicht. Misschien eventjes deze fixen ook. Oh shit. Ja, dat moet zo blijven dan. Misschien nog zo mooi. Maar goed. Dan, anders zetten we hier de deur. Kijk, dan is het toch weer goed. Top, kijk. Een farmpje. Is heel belangrijk ook. We hadden wel eens seeds verzameld. Was niet zo'n groot avontuur. Maar we hebben het toch gedaan. Hè? Huh? Kun je van jou niet zeggen. Luie donder. Oké, dat sloeg ook nergens op. We hebben wel eten nodig. Nou, op zich niet. We hebben helemaal geen eten. Ja, we hebben eten nodig, maar niet meer. Zeg maar, niet dringend meer. Oh jee. Genoeg creepers hier in de buurt. Laat ik ze eventjes killen. Voor de gunpowder. Misschien kunnen we dan eens vuurwerk maken binnenkort. Kan even goed wel, want we hebben er 32 thuis liggen. Ah, nee. Dat is even irritant. Oh, nieuwe cave ontdekt. Indiana Jones avontuurtjes. Hi. Oh, wauw. Het is echt een cave. Naar kool in ieder geval. Oké, deze mag weg. Wauw, dit is echt... Wauw. Wauw. Gewoon wauw. Hè? Huh? Gewoon wauw. Bedankt, creeper. Ik zal niet meer chagrijnig voor je zijn. Maar goed. Genoeg gezucht. Nou, ik zeur niet. Dus op zich. Kool, zullen we dat meenemen? Dat moet wel even. Als het niet te veel is, en als het er zo doorgaat en is het niet zo heel veel, dan wil ik het al meenemen. Hoe, met hoeveel zit kool gemiddeld in één zo'n veen? Eén zo'n pocket, een koolpocket. Vraag me af. Oh jee, die was net op tijd. Hi. Ach, nee. Dankjewel. Oké, ik zal ook op jou niet meer chagrijnig zijn. Ik ben chagrijnig op jou. Is dat iets? Een uitspraak? Ik ben chagrijnig op jou. Dat klopt niet, hè? Je kunt wel chagrijnig zijn. Of door iemand. Ik ben chagrijnig door jou. Die klopt. Maar niet chagrijnig op jou. Doe even normaal. Oh, trouwens, deze gaat trouwens wel daar overheen. Dat is heel gek. Oh, nee. Nee. Niet doen. Dankjewel. Zo. Er is een beetje orde in onze kisten. Ik weet dat stenen in een speciaal dingen moet. En hout. En bomen, bladeren, dingen. Maar voor de rest... Oké, waar kan de farm? Laten we er eventjes een nachtje over slapen. Ja, echt grappig, Robin. Doei. Ik ben net niet meer verkouden, sinds een weekje of zo. En ik voel het alweer aankomen. Verkoudheid, dat voel je zo aankomen. Dat is het irritante. Je kunt nog wel alles goed en zo met je neus... Dat functioneert nog allemaal, maar je voelt dat het aankomt. Gewoon zo'n hele kleine, simpele iets. En dat is irritant. En dan denk ik bij mezelf van, kan ook niks zijn. Maar nee, het ergste is, het is wel iets. En dan heb je weer een week irritant gesnuif in je aflevering. En dan kijkt er niemand meer. Nou, dat niet zozeer, maar wel minder mensen. Er zal iemand zijn geweest bij mij die wegging omdat ik deed. Niet nu, alsjeblieft. Wat een voorbeeld. Doe ik gewoon zo aardig om een voorbeeld te geven? Dan ga je weg. Ja, goed. Wat is de matter überhaupt? Nou, best veel. Ik vraag me af, wat zou ik doen als er niemand meer kijkt? Kijkt. Niet haten. Ik weet niet. Zou ik nog YouTube doen? Ik weet niet, ik zou live... Nou, ook niet, want dan moet er nog steeds... Dan kijkt er nog steeds niemand en dan nog steeds... Ja. Ik denk dat ik... Als niemand mijn filmpjes kijkt, en wat er ook gebeurt, of ik het nou super goed doe of niet, niemand kijkt, dan denk ik dat ik wel stop. Maar dat ik wel, ja, ik weet niet. Ik zou het wel missen, zodat lekker praten in een filmpje. Ook zo van, wat een levensbeschouwing opdracht, dat je je droom moest laten uitkomen, of in ieder geval
moest een presentatie houden over hoe je je droom moest laten uitkomen. Maar het moest in groepjes van 4. En het moest iets te maken hebben met je stad. Dan denk je van, dan ben je wel heel beperkt. Als je 1 droom hebt. En daar heeft daar niks mee te maken. Dan moet je nep gaan doen. En dan moest ik. Dus uitgaansgelegenheid, een nachtclub, een bar. Ja, dat is echt mijn droom. Ik hou er echt van. Stappen, uitgaan, echt iets voor mij. Boah. Terwijl menig puber in het café zit, of juist ging, ja, of in zo'n club zit, zit ik op te nemen. Zo gaat dat dan ook weer bij mij. Oké, dit kan ook wel zo. Top. Ik vind het wel lekker dat ik gewoon alles even wat kaal heb gemaakt hier zo. Gewoon een mooie open plek. Ik weet niet wat we daar kunnen doen, maar we zien wel. Wat is de matter überhaupt? Zoals al eerder werd verteld. Wanneer gaan we weer een download doen? Moeten we eventjes een datum afspreken? Of geen datum, gewoon een afleveringnummer. Ik vind aflevering 283 wel leuk voor een download te doen. Trouwens, dit kan dicht. Ik weet niet waarom. Ik weet ook niet waarom niet. Dus waarom, ja. Ik ben meestal lekker random. Heel vaak. Dus laten we gewoon aflevering 283. Oh man, het raakt telkens meer in de buurt van alles. Oké, we gingen de dingen doen. De farm. Zo, nog een emmertje. Altijd leuk. Heb ik nou... Pff, daar ben ik echt verbaasd hoor. Dat hoor je. Ik heb dus blijkbaar geen emmer bij. Ja, nu wel. 3. Maar daarvoor. Ik heb altijd een emmer water bij. Voor in het geval dat je... eventjes uitgedroogd ben. Of zo, weet ik veel. Maar gewoon, dat nodig is. Maar nou gewoon niet. Nou, best wel even in deze wereld gespeeld te hebben. Oké. Denk ik dan. Ah, nice, Birchwood. Misschien moeten we dat eens meenemen. Ja, beter doen we dat nu. Hey. Oké. Koeien, zie ik. Zullen we die koe meenemen? Oh, dit ziet er echt goed uit, jongens. Dit ziet er echt goed uit. Mag ik dat even taggen? Ja, dat mag. Dankjewel. Ja, het ziet er echt goed uit. Dankjewel, Robin. Dank je. Terwijl eigenlijk, het is de beste texture change in heel de texture pack die we gebruiken. De logs. En dat is ook het enige wat ik niet zelf heb bedacht. Super dom. Trouwens, dat met dit gras hier verder over, dat heb ik ook niet zelf bedacht. Maar het is niet dat ik ben... Ik heb wel voornamelijk mezelf geïnspireerd met de meeste dingen. Maar juist met die niet, dat is dan wel de beste. Zegt ook weer iets over over van alles. En nog wat. Ik heb ook nog... Dat was eigenlijk de reden waarom ik die serie deed. Was omdat ik even begon met een texture pack maken. Gewoon omdat ik me verveelde. Wou ik daar even mee bezig zijn. Maar hey, mijn zwaard is kapot. Dat is irritant. Dan maar boom hakken. Hoi, jij mag blijven leven. Je hebt geluk. Dat die creepers er waren. Oké. Okay. Au. Dat was heel random. Maar wat was ik aan het zeggen? Omdat ik een potion ging ik retexture. Echt heel random, opeens een potion. Ik vond ik wel leuk. Ik vond die potion heel goed gelukt. En zo, dus dat was misschien wel grappig. Het is misschien allemaal niet zo origineel wat ik doe met mijn texture pack. Maar het is wel zelf gemaakt. En daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik heel blij mee, dat het gewoon zelf is gemaakt en... En het bevalt heel goed bij jullie. Jullie vinden het heel leuk allemaal, dat eigen texture pack. Ik heb echt niemand horen zeggen... Ja, beter doe je geen eigen texture pack. Of zoiets, in die trend. Heb ik niemand horen zeggen. Dat is gewoon lekker. Is gewoon lekker. Dat gewoon iedereen support. Dat is wel leuk. Ook een beetje BWO is tegelijkertijd bezig met een eigen texture pack. En zijn Building with BWO serie. Is ook wel leuk. Die doet ook wel goed. Een serie die ik ook wel geregeld kijk. Hij uploadt het geregeld. Dus dat is mooi. En ik, ja, meestal 's avonds in bed of zo. Of 's ochtends als ik wakker word. Het helpt altijd. En dat is ook een tip voor jullie. Als jullie een eigen telefoon hebben in ieder geval. De meeste wel. Maar dat moet een voorwaarde zijn. En jij hebt moeite met uit bed komen of zo. Weet ik veel. Kan zomaar. Kies voordat je naar bed gaat... Ga dan niet, voordat je naar bed gaat, een filmpje kijken wat je nog wil zien. Bewaar hem. Heb zelfcontrole en bewaar hem voor de ochtend daarna. Zet je wekker dan gewoon op dezelfde tijd. Maar dan
de tijd, hoe lang die video duurt, eerder. Dus dat je wakker wordt en dat je je wekker gaat en dan herinner je, hé, ja, ik wou dat filmpje zien. En dan ga je dat filmpje kijken. Het is wel belangrijk dat het iets van meer dan 10 minuten is. Dat is wel een tip van mij. Want dan kun je echt wakker worden. Want het gsm-licht maakt je wakker. Het licht van je telefoon maakt je wakker. Dat is algemeen bekend. Vandaar. Zorg dan dat de wekker gaat, dat je daaraan denkt. Want meestal denk ik daaraan, als ik nog zo'n filmpje wil zien graag. En ik bewaar hem voor de volgende ochtend. Dan weet ik dat heus nog wel de volgende ochtend als ik net wakker word. En ga dus zodra je wakker wordt, ga dan op je telefoon om dat filmpje te kijken. Niks mis mee. Wakker worden met YouTube is ideaal eigenlijk. Dus dat doe ik ook altijd. En dat werkt heel goed. Eigenlijk altijd. Ik heb dat nu 4 dagen gedaan. Maar het bevalt me wel heel erg. In ieder geval. Dus dat raad ik jullie aan. Dat geef ik jullie mee. In jullie leventje van het wakker worden. Waar is ons huis? Richting daar weer. Of nog steeds. Dit ziet er ook heel goed uit, dat bos. Het is minder opvallend, maar vooral die ziet er heel goed uit. Oké, jongens. Hopelijk vond deze video leuk. Ja, dit wordt dan voor de volgende keer, dit farms dingen. Hopelijk vond deze video leuk. Als je blijft like achter, abonneer op het geval. Maar dan zeg ik tegen je tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. En tot ziens. Joejoe. Sorry. Nee. Sorry.